Burgemeester Peter van der Velde van Breda, hoe is het met u? Het gaat goed, uitstekend. Aanstaande zondag gaat u weer aan de slag. En na een hele periode van afwezigheid, wat heeft u nou in die periode het meest gemist? Nou, wat ik natuurlijk wel gemist heb, een beetje de hectiek. Datgene waar een stad mee bezig is en waar je toch iedere dag samen met de collega's, de wethouders, meedoende bent. De gemeenteraad. Ja, je bent er even niet bij. En je merkt dat de stad en het bestuur gewoon verder gaat en ook op een hele goede manier. Wat was er nou met u aan de hand eigenlijk? Wat had u? Ik heb een hele vervelende, zeldzame ontsteking gehad, weinig voorkomend. En die heeft de beide longen aangetast en daarmee ook de andere organen uitgeput. Ja, en op dat moment ben je even uitgespeeld. U mocht helemaal niks meer? Ik kon ook helemaal niets meer. Dus het was geen kwestie van niet mogen. Het lichaam had aangegeven dat het even niet meer ging. En ik ben in ieder geval heel dankbaar dat ik ook met een goede medische zorg heb kunnen herstellen. En daar heb ik ook de afgelopen periode voor benut. En dat is alleen maar opwaarts gegaan. Heeft de stad Breda en haar inwoners, heeft die wat van zich laten horen toen u in het ziekenhuis lag? Kijk, ik ben natuurlijk niet heel lang in het ziekenhuis geweest, veel langer thuis. Maar ik moet zeggen, dat heeft mij wel geraakt. Ik ben overstelpt met massale reacties, kaarten, mails, bloemen, boeken. En dat heeft mij inderdaad zeer geroerd. Ongelooflijk veel reacties. En nog een telefoontje van de minister-president. De minister-president inderdaad heeft mij ook gebeld op 5 mei om te complimenteren met de dag en dat het spijtig was dat ik er niet bij was. Dat was natuurlijk ook jammer, maar ik was vooral trots op al die mensen die die dag geweldige inhoud hebben gegeven. En ik heb er samen met de commissaris en allerlei andere mensen hard aan gewerkt het afgelopen jaar. En ik vond dat Breda een fantastisch gastheer was. Ja. Welke evenementen en belangrijke momenten heeft u nou gemist voor Breda? Ach, er zijn evenementen als het jazzfestival, de bouw van het station. Maar ik moet zeggen, ik had een aantal weken ingepland. En daar heb ik een aantal jaren naartoe geleefd en ook voorbereid. Een pelgrimage met een paar vrienden naar Santiago de Compostela. En daar had ik ook vrij voor gemaakt. En dat is helaas niet doorgegaan. Dus ik heb de pelgrimage op mijn appartement gehad. Hoe kijkt u er naar uit om weer te beginnen? Ja, ik verheug me weer op de ontmoeting met de samenleving. Ook het werken aan lastige, ingewikkelde dossiers. Of het gaat om culturele hoofdstad, wat ik heel belangrijk vind. Of de ontwikkelingen rondom het station. Er is heel veel te doen. Het werken aan een regio. Ik pak dat weer op. Maar ook met de ervaring en de wetenschap dat ik zorgvuldig moet omgaan met lijf en geest. Want dat is iets wat ik wel geleerd heb. En eens kan het anders lopen. En dat heb je niet altijd in de hand.